Hé, hey, wat leuk dat je kijkt! Welkom bij weer een nieuwe uitlegvideo van with Menno. Laten we beginnen. Deze video gaat over kwadratische vergelijkingen oplossen. In deze video ga ik je laten zien hoe je kwadratische vergelijkingen kunt oplossen. En we gaan daarbij gebruik maken van alle technieken die we dit jaar met elkaar hebben geleerd. Ik ga het uitleggen aan de hand van een aantal voorbeelden. En het eerste voorbeeld zie je hier staan. De opdracht is steeds los op. Geeft de oplossing zo nodig in twee decimalen nauwkeurig? En we beginnen bij a, en bij a staat: een half x-8 is gelijk aan 0. We hebben dus deze vergelijking, en die vergelijking die moeten we gaan oplossen. Voor het oplossen van een kwadratische vergelijking hebben we tot nu toe drie technieken geleerd. De eerste techniek hebben we alweer een tijdje geleden voor het eerst gezien, en daarbij ga je de vergelijking herleiden naar deze vorm. Dus x kwadraat aan de ene kant. En aan de andere kant heb je een los getal. Het losse getal geven we hier weer met de letter c. Maar daar moet dus een getal komen te staan. Bijvoorbeeld x kwadraat is 4. Nou, als je die vergelijking dan verder wil oplossen, dan kun je de wortel gebruiken. wat het tegenovergestelde van kwadraat is wortel. En als je dan de wortel doet van de rechterkant, dan vind je het antwoord. Als dat niet kan, dan kun je gebruik maken van techniek nummer 2. En techniek nummer 2 is ontbinden in factoren. Het ontbinden in factoren gebruik je als je een situatie hebt die anders is dan deze vorm. En bij het ontbinden in factoren zijn er twee manieren mogelijk. Of je kunt de gemeenschappelijke factor buiten haakjes brengen, of je kunt gebruik maken van de product -som methode Als dat niet lukt, hebben we manier nummer 3 nog, dat is de ABC-formule. En de ABC-formule geeft je eigenlijk altijd het antwoord. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar het valt eigenlijk wel mee, want ik ga je van al deze vormen een voorbeeld laten zien. Het eerste voorbeeld hebben we dus hier. En de vraag is, welke techniek kunnen we hier gebruiken? Nou, we gaan eerst kijken, kunnen we techniek nummer 1 gebruiken? Dus kunnen we dit herleiden naar de vorm? x kwadraat is gelijk aan een getal. Dus dan hebben we de x in zijn eentje aan de linkerkant en het getal aan de rechterkant. Nou, we kunnen die techniek hier wel gebruiken. Want kijk maar, die min 8 kan ik naar de rechterkant verplaatsen. Dan moet ik alleen nog even de half weghalen en dan heb ik aan de linkerkant alleen de x over en aan de rechterkant staat een getal. Dus we gaan hier techniek nummer 1 gebruiken om de vergelijking op te lossen. Eerst brengen we dus de min 8 naar rechts. Dan wordt die positief, dus dan krijg je een half x kwadraat is gelijk aan 8. En nu moet ik alleen die half nog wegwerken, want dan krijg ik deze vorm. He, x kwadraat is een getal. Om die half weg te werken kan je zeggen ik doe alles keer 2. Want 2 keer een half wordt 1. Dan staat er 1 x kwadraat, en dat is hetzelfde als x kwadraat. Dus dan heb ik mijn doel bereikt. Dus aan de linkerkant krijg je dan x, -kwadraad. maar wat je links doet moet je ook rechts doen, dus rechts doe ik ook keer 2, en 8 keer 2 is gelijk aan 16. Nu zie je dat ik deze vorm heb gekregen. Hier staat x en daar staat een getal, en nu gaan we dit oplossen met behulp van worteltrekken. Wat doe je dan ook alweer? Nou, dat kwadraat moet weg, want je wil gewoon x weten. En als je je kwadraat weghaalt, dan moet je het tegenovergestelde doen van kwadraat, en dat is de wortel. Dus je zegt dan x is. En als ik aan de ene kant de wortel doe, moet dat ook aan de andere kant. Dus x is de wortel van 16. Of, en dan moet je ook bedenken, als je zo'n wortel hebt, dan heb je altijd twee oplossingen, namelijk de positieve oplossing, die staat hier, maar ook de negatieve oplossing. Die is hetzelfde. Maar dan zet je voor het wortelteken een minnetje. Dus je krijgt min de wortel van 16. Nu gaan we dit allebei uitrekenen. Nou, de wortel van 16 is 4. Dus je krijgt x is 4. Of, en aan de andere kant heb je hetzelfde, maar dan met dat minnetje ervoor. Dus of x is min 4. En nu hebben we de antwoorden gevonden en zijn we klaar met deze vergelijking. Dus we konden deze herleiden naar de vorm x kwadraat is een getal. Dat zie je hier. En als je dan dat kwadraat weghaalt, dan doe je de wortel, maar dan heb je twee oplossingen, zowel de positieve als de negatieve. En in principe mag je deze stap wel overslaan. Het is goed als je meteen zegt x is 4 of x is min 4. Die stap met die wortel hoef je niet per se op te schrijven. En zo kun je dus het antwoord vinden van vergelijking a. Dan gaan we naar het tweede voorbeeld, vraag b. Bij b staat de vergelijking x kwadraat. Plus 6x min 4 is gelijk aan 0. Ook bij het oplossen van deze vergelijking moeten we weer een van de drie technieken gebruiken. We beginnen even met techniek nummer 1. En dan is de vraag: kunnen we deze techniek hier gebruiken? Nou, je kunt misschien al meteen zien dat dat hier niet gaat lukken, want je wil hem herleiden naar de vorm x kwadraat is een getal. Alleen hier heb ik ook nog die losse x. Dus ik kan hier nooit uitkomen op de vorm x2 is een getal. En dat komt dus door die x die hier in het midden staat. Daar moet ik dus op de een of andere manier vanaf. af. Nou, dat gaat natuurlijk nooit lukken, dus methode nummer 1 valt af. Dus we gaan meteen door naar methode nummer 2. En je kunt het ook al een beetje herkennen, want je hebt hier een vorm die we wel veel vaker hebben gezien: namelijk een vorm x2, een x en dan een los getal. En in zo'n situatie kun je altijd gebruik maken van de productsommethode. Of de ABC-formule. We gaan eerst even de productsommethode proberen. Bij de productsommethode zoek je een keersom waar min 4 uitkomt. En opgeteld moeten de getallen samen 6 zijn. Dat kun je even uitproberen. Maar dan zul je merken dat dat helaas niet gaat lukken. Er is namelijk geen enkele keersom waar min 4 uitkomt. En als je de getallen vervolgens optelt, moet je uitkomen op 6. Dat lukt dus niet. En daarom gaan we meteen door naar stap nummer 3. Dat is de ABC-formule en dan beginnen we met het opschrijven van de waarden van a, b en c. De a staat voor de x kwadraat. Dat is hier een 1. De b staat voor de x. Die is 6. En de c is het losse getal. Die is min 4. Nu gaan we de discriminant berekenen. Dus je krijgt de discriminant is. En dan noemen we b kwadraat. Dus 6 kwadraat min 4 keer a, nou de a is hier 1, keer c, dat is min 4. En als je dit uitrekent, mag met de rekenmachine als je dat wil, dan krijg je 6 kwadraat is 36, min 4 keer 1 is min 4, min 4 keer min 4 is 16, 16 plus 36 is 52. Dus dat is de waarde van de discriminant. Nu hebben we een discriminant die groter is dan 0. We hebben dus twee oplossingen. Dat hebben we eerder in het hoofdstuk besproken. En die twee oplossingen moeten we dus allebei gaan berekenen. Dus je krijgt x is als eerste min b. Nou, de b is 6, dus dat wordt min 6. Dan doen we plus de wortel van de discriminant, die is 52. En dan moeten we dan delen door 2 keer a. Nou, 2 keer 1 is 2, dus je krijgt gedeeld door 2. Of de tweede oplossing. Precies hetzelfde, maar dan wordt die plus die voor de discriminant staat, die wordt een min. Dus je krijgt min 6 min de wortel van 52 gedeeld door 2. In de opdracht staat dat je de oplossing in twee decimalen nauwkeurig mag geven. Dus dat betekent dat je dit hele stuk in één keer kan intypen in de rekenmachine en dat je dan moet afronden op twee decimalen. Dus je krijgt dan x is 0,30. Of, en aan de andere kant precies hetzelfde. Maar daar wordt het dan x is min 3,30. En nu hebben we de antwoorden gevonden en zijn we klaar met deze vraag. Dus we hadden hier een hele andere vorm dan bij a. Daardoor konden we manier nummer 1 niet gebruiken. En moesten we meteen door naar manier nummer 2. Het is een vorm waarbij je product kan proberen. Dat gaat helaas niet lukken. Daarom moeten we de ABC-formule gebruiken en die heb ik hier stapje voor stapje uitgewerkt. Denk eraan dat je aan het einde afrondt op 2 decimalen en dan heb je de oplossingen gevonden. Dan gaan we naar het derde voorbeeld, vraag C. En daar staat de vergelijking: x is min 6x. Ook hier hebben we weer een kwadratische vergelijking en die moeten we stapje voor stapje gaan oplossen. We kijken weer als eerste: kunnen we manier nummer 1 gebruiken? Bij manier nummer 1 heb je aan de linkerkant x. kwadraat. Nou, dat hebben wij hè. Maar aan de rechterkant staat een los getal. En dat hebben wij helaas niet, want daar staat min 6x. En die x zorgt ervoor dat ik manier nummer 1 niet kan gebruiken. Dus we gaan door naar manier nummer 2. Manier nummer 2 gaat over ontbinden in factoren. En net hadden we besproken dat je dan de product-som-methode kan gebruiken. Alleen de productsommethode kan alleen als je drie dingen hebt, namelijk x kwadraat, een x en een losgetal. En dat hebben we hier niet, want we hebben maar twee dingen, dus de productsommethode valt ook af. Maar er was ook nog een andere techniek. En dat was de gemeenschappelijke factor buiten haakjes halen. En dat kunnen we hier wel doen. Maar voordat we dat kunnen doen, moet eerst die min 6x even naar links. Wat je wil eigenlijk altijd aan de rechterkant hebben is 0. Tenzij je manier nummer 1 gebruikt, hè? Dan komt daar een los getal te staan. Maar goed, die valt af. Dus dit gaat naar links. Dan wordt die min 6 positief. Dus je krijgt dan x plus 6x is gelijk aan 0. Nu heb ik hier twee dingen staan en die twee dingen hebben iets met elkaar gemeen. Ze hebben namelijk allebei de letter x. Die x die noem je dan de gemeenschappelijke factor. En die kun je voor de haakjes neerzetten. Dus dan krijg je x en dan tussen haakjes. En dan ga je even kijken als ik de x hier uithaal, wat hou ik dan nog over? Nou, x kwadraat bestaat uit 2 keer een x. Er gaat er eentje uit, dus je houdt er nog eentje over. Dus tussen haakjes krijg je dan x. Dan de plus. En als ik hier de x uithaal, hou ik alleen de 6 over. Dus x plus 6. En dan weer is gelijk aan 0. Als je deze vergelijking wil oplossen. Dan kun je gebruik maken van de regel, a keer b is 0, geeft a is 0 of b is 0. Daarmee bedoelen we dat als we een keersom hebben waar 0 uitkomt, dan mag je zeggen de linkerkant van de keersom, dat is hier de x is 0, of de rechterkant van de keersom, dat is x plus 6 is 0. Dus je zegt dan nu, x is 0, of x plus 6 is 0. En dan zie je dat je dus nu twee nieuwe vergelijkingen hebt gekregen. Nou, die linker is klaar, hè, want x is 0. En bij die rechter kan ik de 6 nog naar de rechterkant verplaatsen. Dus dan krijg je x is min 6. En dan heb je het tweede antwoord gevonden. Dus we hebben twee oplossingen, 0 of min 6. Dus bij dit voorbeeld deden we weer wat anders dan bij de andere voorbeelden. We gingen namelijk eerst de min 6 naar links brengen, dan werd het plus 6x. En toen zagen we dat je hier de x buiten haakjes kunt halen. Dat heb ik gedaan. Dan zeg je deze is 0 of die andere is 0, en dan heb je de oplossingen gevonden. Dan gaan we naar het vierde voorbeeld, vraag d. En bij d hebben we de vergelijking tussen haakjes 2x-1, tussen haakjes 3x plus 2 is gelijk aan 0. We gaan deze vergelijking oplossen en dan gaan we weer kijken welke manier kunnen we hier gebruiken. De eerste manier is dat je moet herleiden naar deze vorm. Dus x kwadraat is een getal. Nou, je ziet, ik heb hier allemaal dingen met haakjes. Je zou kunnen zeggen, dan ga je de haakjes wegwerken. Maar dan zul je zien dat je nooit op deze vorm gaat uitkomen. Dus manier nummer 1 valt af. We gaan meteen door naar manier nummer 2. En manier nummer 2 is ontbinden in factoren. En dan moet je jezelf even afvragen. Wat is altijd het doel van ontbinden in factoren? Nou, het doel daarvan is dat je iets krijgt met haakjes en datgene met haakjes moet gelijk zijn aan 0. En dat hebben we net nog gezien bij vraag C. En als je goed kijkt dan zie je dat ik die situatie hier eigenlijk al heb gekregen. Ik heb namelijk twee dingen met haakjes en die twee dingen met haakjes die moeten gelijk zijn aan 0. En eigenlijk staat hier dus al iets van de vorm A keer B is 0. Ik zal dat er voor de duidelijkheid even onder zetten. Dus die 2x-1, dat is de a. Daartussen staat een keer. En die 3x plus 2, dat is dan de b. En als je dat keer elkaar doet, dan moet er 0 uitkomen. Nou, wat is dan de regel? Die hebben we net bij vraag C ook gezien. Hieruit volgt namelijk: a is 0 of b is 0. Dus je denkt misschien. Ik moet hier de haakjes wegwerken en ik moet allemaal ingewikkelde dingen gaan doen met behulp van een van deze manieren. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat je hier al een ideale situatie hebt gekregen. Hij is namelijk van deze vorm, dus dan mag je meteen dit zeggen. Oftewel, in ons geval is de a dus 2x-1, die is gelijk aan 0. Of de b is 0, dus 3x plus 2 is 0. Nou, nu gaan we allebei die vergelijkingen oplossen. En dan hebben we de antwoorden gevonden. Aan deze kant breng ik eerst de min 1 naar rechts. Dus dan krijg je 2x is gelijk aan 1. Nu moet de 2 weg. Dus we gaan delen door 2. Dus dan krijg je x is gelijk aan een half. Ik denk eraan, je mag op zich ook wel 0,5 schrijven. Maar we gebruiken het liefst zoveel mogelijk breuken. Dan de andere kant. Of. Nou, daar breng je de 2 naar rechts. Dus je krijgt 3x is min 2. Nu gaan we delen door 3 en als je deelt door 3 dan krijg je aan de rechterkant min 2 derde. Dus het antwoord is dan x is min 2 derde. Ook nu geldt, laat de breuk gewoon staan en dan heb je de oplossingen van de vergelijking gevonden. Dus deze vraag was echt wel anders dan de vraag hiervoor. Je hebt dus al haakjes gekregen en daar komt 0 uit. Dus je kunt meteen dit gaan doen en dan zie je dat je dus heel snel de antwoorden hebt gevonden. Op zich is het niet verplicht dat je die eerste twee stappen opschrijft. Je mag eigenlijk wel meteen hier naartoe en dan kun je het gewoon zo in drie stapjes uitwerken en dan ben je klaar. Dan gaan we naar het laatste voorbeeld, vraag E. En bij E staat de vergelijking: 15x plus 30x 45 is gelijk aan 0. We hebben nu deze vergelijking gekregen en we gaan dus eerst weer even kijken welke manier kunnen we hier gebruiken. Nou, manier nummer 1 valt af, want ik heb hier een x en daar een getal, maar ik heb ook nog die x, dus ik ga hem nooit kunnen herleiden tot deze vorm. Dan gaan we naar manier nummer 2, ontbinden in factoren. En je ziet, ik heb hier een situatie waar ik misschien wel de productsommethode kan gebruiken, want je hebt x, een x en een los getal. Alleen de productsommethode kan alleen als hier een x staat. En wij hebben 15x. -kwadraad. Dus die 15 die hier staat, die moet weg. En pas dan kan ik de product-sommethode gaan proberen. Hoe kun je die 15 weghalen? Nou, daarvoor deel je alles door 15. Dus we beginnen met 15 gedeeld door 15. Dat wordt 1. Nou, die 1 hoef ik niet op te schrijven, dus dat wordt gewoon x. -kwadraad. Dan doen we 30 gedeeld door 15. Dat is 2. Dus je krijgt plus 2x. En 45 gedeeld door 15 is 3. Dus aan het einde krijg je min 3 en dat moet gelijk zijn aan 0. Nu heb ik een situatie die ik kan oplossen met de productsommethode. Want we zoeken een keersom waar min 3 uitkomt, en opgeteld moeten de getallen gelijk zijn aan 2. Dan begin je met een keersom waar min 3 uitkomt. Nou, bijvoorbeeld min 1 keer 3. En als je min 1 en 3 bij elkaar optelt, dan kom je uit op 2. Dus dat klopt. Je krijgt dan tussen haakjes x min 1, tussen haakjes x plus 3. En dat moet gelijk zijn aan 0. En nu zie je dat we eigenlijk dezelfde situatie hebben gekregen als bij vraag D. We hebben hier namelijk twee dingen met haakjes. Die doen we keer elkaar en de uitkomst moet gelijk zijn aan 0. Wat kun je dan zeggen? Nou, het eerste stuk is 0, dus x min 1 is 0. Of het tweede stuk is 0, dus x min 1. Plus 3 is 0. En als je dat gaat oplossen, dan krijg je aan de linkerkant, nou, min 1 naar rechts wordt positief 1, dus x is 1. Of bij die ander, 3 naar rechts, dus x is min 3. En nu heb ik de oplossingen van de vergelijking gevonden. En die heb ik dus gekregen door gebruik te maken van de productsommethode. Dus heb je iets van de vorm x kwadraat, x en een getal? Kijk dan of je het getal wat hiervoor staat kunt wegdelen. In dit geval gedeeld door 15. Nou, dat kon. En daarna los je de vergelijking op met behulp van de productsommethode. En op deze manier kun je dus kwadratische vergelijkingen oplossen. Ben je blij met mijn video's? Abonneer dan op mijn kanaal. En wil je nog meer video's over dit hoofdstuk zien? Klik dan hiernaast. Tot de volgende keer.